Landgenoten, in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters. Vandaag is de vastenmaand gestart en de eerste dag is al voorbij. Wij verwelkomen deze heilige maand van de ramadan. Het vasten is een van de vijf pijlers van de islam. En de ramadan markeert het begin van een spirituele reis... Van een maand vasten en gebed. We zijn de Schepper dankbaar dat hij ons de gelegenheid geeft om te vasten en de voordelen uit deze spirituele ervaring te verwerven. Landgenoten, Ramadan staat symbool voor reflectie en spiritualiteit. In deze Ramadanperiode moeten we kracht. En energieputten uit het geloof. En als president ben ik zeer positief en hoopvol gestemd dat Ramadan mensen dichter bij elkaar brengt. Deze maand inspireert ons om het pad van liefde en mededogen te volgen. En Ramadan herinnert ons telkens om solidair te zijn. Met de noodlijdende mens. Laten we in deze moeilijke tijd, broeders en zusters, elkaar helpen. Laten we serieus kijken hoe we de bredere en diepere banden van wederzijds begrip, wederzijds respect en samenwerking kunnen opbouwen tussen de mensen van alle geloven. Voor ons is deze maand een kans. Om zich te concentreren op reflectie, spirituele groei, vergeving, geduld, maar ook de veerkracht. We moeten mededogenheid tonen voor de minder bedeelden en eenheid tussen gemeenschappen. In deze geest van dankbetuiging en reflectie kunnen degenen die Ramadan observeren, onze gemeenschappen versterken, mensen in nood helpen en als goed voorbeeld dienen. Ja, lieve broeders en zusters, toen we als regering aantraden, bevonden we ons in een moeilijk financieel-economisch vaarwater. Maar langzaam kruipen we uit de diepe dal. En als president van het land luister ik naar de noden en grieven. Van het volk en daarom zal ik als president van het land het volk nimmer in de steek laten. We slaan als regering een nieuwe richting in, een richting naar de eindbestemming met meer verlichting voor het volk. Dat is de reis die we samen moeten afleggen. Lieve broeders en zusters, de praktijk van vasten tijdens Ramadan werd ingesteld als een manier om de armen te helpen en om spirituele groei en verlichting te bevorderen. Het is tevens een tijd voor moslims om dichter tot Allah te komen door middel van gebed, reflectie en het lezen van de Koran. De Ramadan eindigt met een groot feest, het Idul Dit feest wordt gevierd met gebed. Het uitwisselen van cadeaus en uitgebreide maaltijden en markeert de afsluiting van het vasten. Als president doe ik een dringend beroep op een ieder om alle ondersteuning te geven aan onze moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel. Ik ben ervan overtuigd dat het vasten zal leiden. Tot meer geluk en succes en mogen alle wensen in vervulling gaan. Laten we elke dag bidden. De kracht van het gebed kon ons helpen in deze moeilijke tijd. Laten we de zegeningen van de schepper afsmeken om met Suriname te redden. Laten we samen bidden voor ieders veiligheid, gezondheid, welzijn. En welvaart. Mogen deze heilige maand overvloed aan vriendelijkheid, harmonie en mededogen met zich meebrengen. Lieve broeders en zusters, ik wens u allen een gezegende, gelukkige en overvloedige Ramadan. Ramadan Mubarak.